the evening. Three 5-minute rounds of the Cage Warriors Lightweight Division, brought to you as always by Apex Fightwear. Your judges at Cage Sound, the action begins. Mr. Vito Pagliolo, Mr. David Leatherby, and Mr. Ben Cartledge, your diligent referee. In the middle of this contest, Mr. Daniel Mulheady. And now, for the thousands in attendance at Cage Night, and the millions tuning in around the globe from the eternal city of Roma in Italy, introducing first, fighting out of the blue corner, he stands 5'9" tall, official weight 154.8 pounds. He's fighting out of Verona in Italy, and brings in the cage a professional record consisting of 6 wins with 2 defeats. Introducing Dimitri Gerlie. Standing opposite him in the cage, fighting out of the red corner, he stands 5'8" tall, official weight 154.3 pounds. He is fighting in his hometown of Roma, Italy, and brings with him in the cage a professional record of 6 wins with 1 defeat. Introducing Simone, the white shirt, Patrese. Gentlemen, you might feel the rules are exactly what you're after. You protect yourself all the time, it's the most structured all the time. You're going to touch gloves, do so now. Drie jaar na datum dus terug, touch of gloves tussen deze mannen. Gerlian en de White Shark. Patrizi Gerlian met de blauwe tape. En deze Patrizi met de rode tape en de zwarte broek. Ik geef je nog even mee. Dus de vorige keer won de man met de rode short. Na 47 seconden in de eerste ronde met een verwoestende headkick. Dat was op de Golden Cage 3. Februari 2021. Nu staan ze hier dus terug. Een beetje op aanvraag van de man links, Patrizi. Die wou graag dit gevecht om zijn enige los op zijn konto te wreken. Dus de stress, de spanning hangt toch wel aan de linkerkant. Gerlian die heeft al een overwinning op deze man, dus is misschien iets losser. Maar is toch meteen hij die de overhand pakt. 3 nieuwe rondes van 5 minuten voor deze beide mannen. Om te beslechten wie hier nu de betere van de twee is. Het record van Patrizi oogt iets mooier. 6-1 en dus 3 keer gewonnen sinds hun wedstrijd. Gerlian. 3-2 record opgezadeld sinds dan. Maar zeker ook mooi tegen Adam Cullen en Leon Hill voor Cage Warriors onder andere. En voor de rest vooral Venator en lokale promoties. De vorige keer tegenover elkaar stonden was het dus midden in de corona-pandemie. Wow, weer zware slagen nu van Gerlian. Guillotine choke poging daar. Maar die lijkt er niet goed genoeg in te zitten. Maar toch wel meteen dominantie van de ex-winnaar. Ik denk even dat Patrizi toch geraakt werd door Gerlian. Maar nu met die butterfly card, mooie hoge verdediging. Die lijkt er weer helemaal bij te zijn. Probeert daar space te creëren tussen hem en Gerlian. Een full guard van Patrizi. Krijgen jullie ook een hupje te zien, zoals we in het vorige gevecht zagen? Nee. Nou, zware low kicks van Gerlian. Van boven Harry heeft genoeg gezien en brengt de beide vechters weer naar boven. Mooi om te zien hoe beide mannen dus 3 jaar later wel zijn gegroeid als vechters. Gerlian oogt hier niet zelfzeker, nu die low kick daar wel van Patrizi. Sali,
TKO power, vergis je niet. Voorlopig zijn er nog iets wat voorzichtig met hun slagen. 2 minuten op de klok. Oh, zwaar rechter wel van Kilian daar tegen de kooi. Point tot high kick, maar Patrizzi dan slim weg. Patrizzi weet niet veel meer van het vorige gevecht, zegt hij zelf. Het duurde ook maar 47 seconden. Flying knee daar van Kirlian. Na die kleine slipper van Patrizzi. Die loopt toch wel iets scherper. Striker van de twee. Waar mist daar net? Wel die rechtshoek van Patrizzi tegen de kiel van Kirlian. Ze wilden allebei volgens mij er korte metten mee maken. We zijn al wel veel langer bezig dan hun eerste ontmoeting. Hier die flying knee daar. Korte elleboogjes van Patrizzi als antwoord. Mooi werk. Overhoek van Patrizzi. Single leg poging nu van Kirlian. Body lock. En brengt zo mooi Patrizzi tegen de mat. Met nog een minuut te gaan. Is ook meteen in die half guard. Probeert hier naar die side control te gaan. Maar ik kan op deze manier ook wel genoeg schade aanbrengen. Hij probeert daar ruimte te creëren natuurlijk voor zijn rechterbeen vrij te maken. Hij zit stevig verankerd. Oh, mooi werk. Ja, probeert daar bovenop te geraken, maar verliest zowel zijn half-guard position. Hij kan nu wel de kooi gebruiken om Patrizzi helemaal op te plooien. Oppassen voor die triangle hier. Moeilijk natuurlijk van deze positie. Maar we moeten hem ook loslaten. Die laatste seconden zijn ingegaan, dus hier gaat niet veel meer gebeuren. Maar wel mooi werk van Kirlian om hier te eindigen in die top position. Kirlian gaat meteen naar zijn corner, toch wel een beetje zwaar ademend. Heeft dan al veel krachten verspeeld. Maar oogt nog fris, gaat niet meteen zitten. Hier gaan we het zien naar die slagen van Kirlian. Ja, die linker die kwam toch wel door. Dat was de beste slag. Ik dan into die in die guillotine poging daar. Je ziet nog eens die flurry. Daar die rechtse tegen de slaap. Kort elleboogje. Meteen een antwoord van Kirlian. Ja, misschien iets cleaner toch, die Kirlian. En Patrizzi is soms iets te veel onder de indruk. En daar zag je dan die slip. Dan meteen. Flying knee van Kirlian als antwoord, maar gelukkig blijft Patrizzi ook wel slim antwoorden. En glipt hij weg uit het gevaar. Tweede ronde, zo lang hebben ze nog nooit met elkaar in één kooi gestaan. Nu 5 minuten. Zie je Patrizzi die iets meer het middelpunt van de kooi in bezit neemt. Mooie linkse jab daar van Kirlian om door die verdediging te gaan. Mooie combo. Die rechtse tegen de slaap van Patrizzi. Oh, mooie slag daar. Die linker kan er ook door. Ja, Patrizzi moet toch zijn gameplan een beetje aanpassen. Want deze Kirlian is zeer crisp aan het slagen vanavond. Oh, mooie knie. Tweede knie erachter. Elleboog van Patrizzi. Kirlian die heeft bloed geroken nu. Nog geen bloed te zien, maar dat kan voor elk moment gebeuren. Mooi werk daar tegen Kinweer. Dit kan wel eens afgelopen zijn binnen de tweede ronde. Zware slag nu van Kirlian. Moet misschien iets preciezer beginnen slagen. Zijn shot kiezen. Patrizzi die is er niet meer helemaal bij. Die benen staan niet meer super stabiel onder Patrizzi. Ja, mooie combo weer. Mist daar net die rechter. Gaat dan voor de takedown. Ja, weinig weerwerk van Patrizzi. Kirlian toch weer op zoek naar een betere positie. Ik denk misschien dat hij in tegenstelling tot de eerste ronde wel door die guards gaan kruipen van Patrizzi. Voor een betere positie om daar schade toe te brengen. Ja, hier zie je het. Zet zichzelf even in positie en brengt dan die zware rechter toe.
is open, kan hij eventueel zijn rechterbeen bevrijden. Vreemd genoeg dat hij zijn guard niet helemaal sluit. Laat er iets zien. Op zoek naar de guillotine, maar het lijkt me niet helemaal optimaal. Ja, Patrizzi laat zijn guard helemaal varen. Maar kan wel rechtkomen nu. Bodylock en een single leg van Gilligan. Ik wil weer op zoek gaan naar die attack dan. Mooie elleboog daar aan de break. Maar we staan weer recht. Even reset. Halverwege die tweede ronde. Mooie body shot van Patrizzi. Kan wel snel herstellen die Italiaan naar Rome. Maar hij heeft al veel moeten incasseren nu wel. Blijft wel die low kicks uitdeel, die calf kicks. Maar daardoor ondervindt Gilligan weinig last van. En mist daar net. Wat hij in kin heeft, heeft al wel bewezen. Mooie knie daar. Tegen de poging van Gilligan die even het momentum eruit wil halen. Het lukt hem nog ook. Oppassen voor die triangle. Armbar, nee, het ziet er mooi uit. Hij zoekt daar weer een perfecte positie voor die ground and pound. Heel hoek, nee, raakt hij mooi uit de weg. Nee, hij ging daar op zoek naar die knie, maar gedisciplineerde vechter Gilligan. Het is natuurlijk een grounded fighter. Het zou zo mooi zijn. Moest Patrizzi hier met een high kick er een eind aan kunnen maken? Vraag voor 3 jaar geleden, maar dat zou wel zeer toevallig zijn. Lijkt ik daar wel mooi. We naderen de laatste minuut van de tweede ronde. Het tempo is nu al stevig naar beneden gegaan bij beide vechters. Technisch gevecht met toch wat nodige vuurwerk hebben we voorlopig te zien gekregen van beide mannen. Take down poging nu van Patrizzi. Maar mooi gestuft door Gilligan. Choke. Ik weet niet of het er helemaal in zit, maar oppas dat hij zijn armen niet opbrandt natuurlijk. Gilligan, dat hij te veel druk uitoefent op die armen. Ja, laat het zelf los. Voelt dat het niks oplevert. Patrizzi is er nog steeds bij. Zwaar ademend natuurlijk wel, maar de laatste 10 seconden die zal hij zeker gehoord hebben. En dan een minuutje op die stoel. Gilligan op zoek naar een takedown om het einde van deze ronde goed af te maken. Goh, hij is helemaal uitgeput. Ja, Patrizzi zal echt wel op zoek moeten gaan naar een finish. Deze man die staat nog recht. Die heeft natuurlijk ook wel veel energie verspeeld, maar oogt toch frisser dan zijn tegenpool Patrizzi. Even een beetje aan de actie kijken van die tweede ronde. Daar mooi die slag tegen de tempo. 2 slagen. En dan nog een paar op de handschoen die toch ook wel serieus voelbaar zijn. Nou, dan die high kick. Dat zou het wel zijn als hij een 2e keer zou winnen op high kick. Mooie slag. Dit was een slag die hem even deed wankelen. Ziet dat de peer hier nog niet helemaal scherp onder het lichaam staan. Half tegen de nek hier van Patrizzi. Maar wel een mooie knie tegen het lichaam van Gilligan. Diep adem toch bij beide mannen. En dan hier. Hier hebben we nog eens gestaan. En nu staat er al zeker 10 minuten in. Het gevecht dat ze 3 jaar geleden misschien ook wel gewild hadden om toch weer te kunnen tonen wat ze waard waren. Maar hier zijn we dan main event van Cage Warriors 162. Er is geen slechte plek voor beide mannen om te staan en dan nog eens op eigen bodem. Mooie rechtse daar wel van Patrizzi nu. Benieuwd hoeveel er nog in de tank heeft zitten, hoeveel wil er nog in zit om het hier af te maken.
Mooie linkse hoek daar van Kirlian. Ja, ze hebben toch wel mooi gedoseerd, want ze hebben allebei nog wel de energie en de fit om ervoor te gaan. Oh, mooie rechtse daar van Kirlian. Ja, Patrizio antwoordt wel met een paar korte stoten. En nu de Kirlian nu tegen de kooi. Control van Patrizi en dan die korte elleboog daar om het af te maken. Maar Kirlian lijkt niet echt onder de indruk. Dus een cornerman van Patrizi die vraagt natuurlijk voor meer actie, die vraagt voor die finish. Want die heeft hij wel nodig, denk ik. Mooie jabs daar van Patrizi. Niet super effectief, maar toch wel genoeg om Kirlian op zijn hoer te brengen. Eén hoek zit er al mooi in. Zijn linkerbeen moet er nog door geraken. Dat lukt hem nu. Kan hem zo helemaal plat maken. En dan ground and pound. Geen goede positie nu voor Patrizi. Ja, kan daar die rechterarm tegenhouden van Patrizi. En met die linker kan hij dan aan de slag gaan. Ja, het is jammer voor hem dat hij zijn rug zo snel moest opgeven. Op deze manier kan hij dreigen met die rear naked choke of kan hij gewoon kiezen om schade toe te brengen. Dat is wat hij nu aan het doen is. Heel slim werk van Kirlian. Halverwege de laatste ronde. Zit daar nu onder die kin volgens mij. Thumbs up denk ik daar van Patrizi. En tap! Tap van Patrizi! Hadden we nog niet gehad vanavond. Submission. En jawel. De bliksem kan twee keer inslaan op dezelfde plek, moet Patrizi nu denken. Twee keer wordt hij afgemaakt door dit zwarte beest van hem. Mooi werk van Kirlian. Had de hele tijd overzicht over het gevecht. En zo wint hij voor de derde keer op submission deze Kirlian en stijgt hij naar 7-2. Verloor zijn laatste gevecht op Rear Naked Choke. En wat is er dan mooier om te winnen op Rear Naked Choke? En dit gesprek wil ik heel graag weten. Nu of straks in de baan van het hotel, maakt niet uit. Begon zijn carrière met de Rear Naked Choke. Verloor zijn laatste gevecht op Rear Naked Choke. En zijn gevecht daarvoor op, jawel, Rear Naked Choke. En wint nu op Rear Naked Choke. Als dat geen film is, dan weet ik het ook niet. Hier zie je het, ja. Moet daar zijn rug meteen opgeven. Duwt hier dan zijn linkerbeen door om die beide hoeks in te krijgen en zo Patrizi helemaal plat te krijgen en die voet de buil hangen gaat meteen in verdedigingsmodus. Hier slim werk ook van Kirlian om zijn rechterhand helemaal te isoleren. En dan hier zie je met die linkerkanaal aan de slag gaan met zijn rechterkanaal niet meer verdedigen Patrizi. Waardoor hij heel sneaky, hier zie je het, hier pakt hij gewoon die rechterarm vast. En dan kan hij na die slagen stiekem, volgens mij gebeurt hier. Ja, pakt er een paar slagen mee en dan zie je zijn rechterhand steeds meer onder die kin doorkomen. Dat gaat volgens mij zo meteen gebeuren. Voilà, hier komt die hand dan door, meteen onder die kin op de nek van Patrizi. Hier krijgt hij nog wel de duim omhoog, maar dan hier in een paar seconden krijgen we de tap te zien van Patrizi. Die voelt het hier niks meer tegen te beginnen is. Deze man die voelde het al aankomen. Federico die wist dat het ging gebeuren. Ah, wat een rotte avond voor Patrizi, maar wat een prachtige prestatie van Kirlian. Officiële beslissing van Chaplin voor dit main event. Ladies and gentlemen, your referee Mr. Daniel Mobahedi calls a stop to this contest after 2 minutes and 35 seconds of round 3 to claim your winner by way of rear naked choke in the blue corner. Dimitru Jalin! Dimitru Jalin of Kirlian, zoals ze hier noemen. Mooi teken, maar respect tegenover zijn tegenstander, kan zelfs een lachje vanaf.
ja, die gaan elkaar niet meer tegenkomen, want met een 2-0 stand eindigt de vete, als we het zo ver mogen gaan. Eindigt hier wel, kijk eens. Patrice, ik kan ermee lachen. Ja, je hebt gewoon van die mannen die net iets beter zijn en die in jouw carrière altijd de bovenhand zullen nemen. Misschien dat ze nog wel een kaart zullen delen hier in Rome, in Italië. Maar tegenover elkaar zullen ze niet meer staan. Alleszins Patrice, die zakt naar 6-2. En Gillian is van zijn 6-2 vanaf en stijgt naar 7-2. Maar vooral weer de mooiste winnaar van vanavond, de grootste winnaar, dat zijn wij weer, MMA-fans. Want wat een avond. Een jury, een finish, een KO, een submission, een no contest. En Jovine die nog steeds waarschijnlijk de pijn voelt in heel zijn lichaam na 3 stoten in de noten, zoals we het mogen noemen. Dames en heren, het was weer een fantastische avond voor Cage Warriors, voor MMA in het algemeen. En de fans hier van de Fiera Roma, alle Italianen zijn er, maar wat blij met alle Italianen die vanavond gewonnen hebben. Nu ja, als main event kon er maar 1 winnaar zijn. Prachtige avond voor deze man die maar niet gaat stoppen met lachen natuurlijk. Winnen hier op Italiaanse bodem, dat is altijd dubbel zoveel waard. Ons volgende event voor Cage Warriors, onze volgende afspraak is natuurlijk Cage Warriors 163. Dan keren we terug naar Londen. Op 11 november is dat voor de welterweight title tussen O'Neill Brown en Giannis Bakar. En ook Darren Stewart, ex-UFC, zien we daar tegen Edilson Francia. Matt Ficklack, ook zo'n Cage Warriors trouwen, zien we tegen Denison Neves. Sean Da Silva, dat is niet de Da Silva van Jan, maar wel een andere, zien we tegenover een veteraan Gerardo Fanny. En Jimmy Quinn en Tom Wright, die luiden naar alle waarschijnlijkheid het main event of the evening in. Ondertussen zijn we volgens mij ook begonnen aan Tyson Fury tegen Ngannou, dus wie een beetje MMA action wil zien. Maar dan in een boxingjasje, Ngannou, de man met de KO power van een kleine auto tegenover de Fury, de Gypsy King, is momenteel begonnen. Dat is toch iets anders dan een YouTube gevecht. Gelukkig toch nog een beetje meer kwaliteit. Alleszins, wij nemen hier afscheid. Cage Warriors 162 was weer een groot succes. Bedankt om erbij te zijn hier op hrm.be. Volgende afspraak dus 11 november. Bedankt om erbij te zijn.